Le continent européen est aujourd'hui frappé par une crise de la modernité marquée par la perte des traditions. Certains de ses habitants se battent néanmoins pour sauvegarder leur culture. Nous sommes venus en Belgique à la découverte d'une tradition de danse qui subsiste depuis plus de 2000 ans et qui s'est transmise de génération en génération, le Trawantel. En Afrique, on a toujours pensé qu'il n'existait plus de pratique de la culture occidentale, que les Occidentaux venaient dans nos pays à la recherche de l'exotisme, afin de pouvoir se représenter à travers nos cultures ce qui existait autrefois chez eux. On a toujours pensé que seules nos cultures faisaient la richesse de leurs musées. À travers le Trawantel, nous découvrons le contraire. Van oorsprong, dat is algemeen bij de Germanen en de Kelten, 2000 jaar geleden, was het een rituele dans. Een rituele dans in de zin van winter, de lente, een andere tijd. Ook een inwijdingsdans van mannen in een mannenbond. Het gaat over vooral van een ene periode naar een andere periode overgaan. En later, in de middeleeuwen, heeft men die mannenbonden is overgegaan naar de gilden. En de gilden, die waren afhankelijk van de prins. En die stonden een beetje onder dwang. En ze zeiden ook, ja kijk, de Trawantel is ook zo'n vrijheidsdans. Want we willen ons bevrijden van de slavernij van de heer. Ik geef als trommelaar aan wanneer een figuur begint, start, eindigt. Daar is een dag dus het kette trommelaar, dus dat is een muzikant, hè, dat ben ik. En je hebt dan iemand die de ring werpt, dus die de cirkel gooit. Je hebt dan die mens met het drapeau, met de vlag. En je hebt dan zes dansers. Van de zes dansers is er één chef. Die start altijd de figuur. Daar is een dansboekje uitgegeven en daar zijn zeven figuren. De stokken, zoals de zwaarden, dat is een liaison-verbinding van alle mannen in een kring. Een kring die niet kapot gaat. Dat mag niet kapot gaan, dus dat is altijd één mooi geheel.
zal zeggen 600 tot 1800, tot aan de, een beetje na de Franse Revolutie, is er heel veel verboden geweest. Zwaarddansen en stokkendansen zijn heidense rituelen. En de kerk zegt, ah nee, wij zijn katholiek, wij zijn christenen, dat mag niet meer, dat is een heidense symboliek. De mensen, de gildes, wij blijven die dansen doen. En de kerk zei, nee, wij blijven die dansen doen. Daarom heeft de kerk gezegd, ah wel, dan gaan we ze doen op onze feestdag. Voilà, opgelost. Was echt ritueel, nu meer en meer folklore. En waarom die vlag? Dat is ook een symbool van onze groep met de vlag. Het is het probleem, de jeugd is niet meer geïnteresseerd of niet veel meer, maar ja, dat is een probleem. À travers la danse traontel, nous avons découvert que la tradition arrive à survivre chez les Occidentaux. Tout comme en Afrique, c'est une danse qui accompagne un rite de passage d'une saison à une autre et qu'il y a une symbolique importante liée aux objets qu'on utilise. Qu'il faut une initiation pour intégrer la confrérie du Saint-Sébastien dans laquelle se pratique cette danse. Les gens s'intéressent de moins en moins à cette danse, ce qui nous rend sceptiques quant à son futur, tout comme c'est le cas de beaucoup de danses africaines. Nous espérons qu'il y aura toujours un cerceau pour passer le bâton de la tradition.